Minister Maik Noor Salim van Binnenlandse Zaken heeft vandaag de leden van de hoofdstembureaus beëdigd. De minister hield de leden de taken en verantwoordelijkheden van de hoofdstembureaus voor. Hij haalde aan dat het hoofdstembureau een cruciale rol vervult bij de verkiezing van de volksvertegenwoordigende organen. De leden dragen ook de verantwoordelijkheid voor de stembureaus in de verschillende resorten van hun kiesdistrict. Noor Salim zei verder dat de leden van de hoofdstembureaus alsnog een training zullen volgen. De voorbereidingen voor die training zijn reeds getroffen. Verder bent u op de dag der stemming een belangrijk voorportaal voor het Centraal Hoofdstembureau, waar het gaat om de verkiezingsresultaten van uw kiesdistrict. U bent immers verantwoordelijk voor de verwerking van de verschillende processen verbaal van de stemopneming, alvorens deze worden doorgeleid naar het Centraal Hoofdstembureau. Voorzitters en leden van de hoofdstembureaus. Er wordt in de komende periode in feite ten alle tijde een goed coördinatievermogen en tactvol optreden van u verwacht. Op sommige momenten iets meer dan normaal. Met dit trainingstraject beoogt het ministerie u te ondersteunen middels capaciteitsversterking. Het ministerie verwacht dan ook dat dit trainingstraject niet onbeloond zal blijven. Dames en heren, het is alom bekend en ook vaker aangegeven dat Suriname een goede naam heeft in het organiseren van betrouwbare en eerlijke verkiezingen. U hebt bij de aflegging van de eed of belofte aangegeven zich ten volle te zullen inzetten in het verkiezingstraject. En daarmee heeft u zich gecommitteerd aan de beginselen van integriteit en plichtbesef bij en rond alle te verrichten werkzaamheden. Districtscommissaris Armand Jurel, voorzitter van hoofdstembureau Para, zei dat de leden van de hoofdstembureaus zich bewust moeten zijn van de verantwoordelijke taak die ze op zich hebben genomen. Hij hoopt dat de grondwet, de kiesregeling en het kiesbesluit de leden zal helpen om succes te boeken. Wij laten ons niet beïnvloeden door subjectieve gevoelens. De wet is daar. Dank aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister, met geld nog moeite spaar hun bijzondere inspanningen getroosten op zowel de voorbereidingen naar de dag van de stemming op 25 mei 2020 zo goed mogelijk te organiseren. Dank is groot. Dat was districtscommissaris Armand Jurel. Hij is vandaag tezamen met de leden van de overige hoofdstembureaus beëdigd door minister Maik Noor Salim. De beëdiging vond plaats in het Lalaroek-gebouw.